Hallo kijkers, daar zijn we weer met een nieuwe Kunst in de Kijker. En dit keer gaan we 3 jaar later weer op bezoek bij kunstenares Pascale Tichelaar. En hoe gaat het nu met haar en haar prachtige mooie creatieve bedrijf Inside Out? Kom maar mee, we bellen even aan. Ik denk dat ik maar gewoon even naar binnen ga zelf. Volgens mij is de deur open. We gaan het gewoon doen. Zo, daar zijn we dan! Hallo! Ja, nou, we gaan er binnen, leuk! Kom! Nou mensen, ik sta hier dus bij Pascale Tichelaar in haar prachtige mooie bedrijf. Ja, welkom! Ja, creatief centrum. Inside Out. Yes! Ja. En ik ben heel erg benieuwd hoe het nu gaat met Pascale na 3 jaar. Ja, wat is er veel gebeurd in 3 jaar? Ja, ja, we hebben natuurlijk hele mooie dingen meegemaakt en wat minder mooie dingen. Maar als creatieveling vind je daar natuurlijk lekker allerlei mogelijkheden om, ja, om jezelf toch te redden. Allereerst, vlak na de vorige uitzending, heb ik de opleiding creatieve coaching veel verder ontwikkeld en uitgezet. Dus dat hebben nu heel veel mensen al gevolgd. Dus dat was echt geweldig. Is nog steeds geweldig. Nou, tof! En naast dus de creative coaching heb ik heel veel leuke workshops nog mogen geven. Waaronder allemaal dit soort dingen. He, dat je eigenlijk mensen leert schilderen zonder dat je echt moet kunnen schilderen. Dus geen talenten hebben voor kunst, maar wel zin hebt in creativiteit. En dus dat soort dingen. En ik moet zeggen, in de coronatijd heb ik heel veel dingen online gedaan. En een beetje meer zoals dit. Met hele leuke thema's. Hè? Dus dit was ook het voorbeeld van angst naar vertrouwen. En hoe je toch me-time, vooral voor de moeders onder ons, met al die kindertjes thuis. En wat natuurlijk niet de gemakkelijkste tijd was. Nee. En dat noem ik dan de mixed media schilderijen. Hè, waarbij je dus steeds laagjes doet. En dus die heb ik allemaal gratis aangeboden. Wat leuk zeg. Op mijn YouTube kanaal. En ik heb een community gestart. Dat heet de Arty Huddle. En voor degenen die het leuk vinden. Je kan ze nog steeds gratis volgen. Want ik wilde heel graag inspiratie blijven delen. Dus ik denk de laatste 1,5-2 jaar is dat echt mijn missie geweest. Om mensen te blijven inspireren. Ja, want wat je ook denkt, wat je ook doet. Waar je ook mee bezig bent, dat je gewoon dicht bij jezelf blijft. Hè? En hoe meer je naar buiten gericht bent, hoe meer je ziet en hoe lastiger je het hebt. Hè? En hoe meer je het klein houdt en naar binnen gaat en voelt wat jij wilt doen, hè? En moet doen. Dat gewoon heel belangrijk is. Nou Pascale, ik wil wel heel graag in jouw prachtige mooie atelier, werkruimte, wel een kijkje nemen. Want je schijnt ook nog een prachtig mooi winkeltje te hebben. Ja, nou, je zit eigenlijk gewoon in het atelier. Nou, wauw. Helemaal super. En ondertussen moet je overal achterlangs onderdoor. Want het is vakantie, dus er ligt overal al wat. Oké. Okay. En de hond heeft lekker gesnoept uit de prullenbak. Nou, is toch leuk? Eigenlijk zo helemaal langs de wand een winkeltje. Veel is ook te vinden in de webwinkel. Maar ik heb echt veel unieke dingen. Waaronder bijvoorbeeld dit eco-papier. Het zijn echt handgeschepte papieren. Ja, dat zijn dingen die gebruik ik gewoon als kunstenaar zo graag. He, letterlijk. Waar haal je dat vandaan, Pascale? Ja, ook weer allerlei groothandels. Maar het is bijvoorbeeld gemaakt deze is bijvoorbeeld van olifantenpoep. En ja, echt olifantenpoep. Katoen en allerlei vezels. Bananenvezel, ananasvezel. Mulberry, dat is soort. Dus dat is eigenlijk allemaal gerecycled? Ja. En dat wordt, dan worden de printjes opgedrukt en kleurstof bijgedaan. Nou, dat gebruik ik heel veel in mijn werk. Gewoon stukjes. Als ondergronden. Of ik maak er boekjes van. Hè, maar ik werk heel veel met inkten. Poederinktjes. Ja, ook nog wat spirituele dingetjes. Ja, dus wat mooie stenen. Maar dat komt ook omdat ik dat zelf gewoon heel erg gaaf vind. Ja, en ondertussen is het winkeltje een beetje verder uitgegroeid. En het leuke is van bijvoorbeeld chipboard. We hebben hier ook altijd wat gastdocenten het hele jaar door.
Dus ja, en er is een gastdocent die heeft mij geïnspireerd om juist weer dit soort dingen te maken. Dus ik heb wel wat verschillende stijlen. Maar dit is gewoon karton. Dus ja, hoe verzin je het? Leuk. En dit soort rice papers, dat is dan van rijstepapier gemaakt. Dus dat verwerk je eigenlijk stukjes in schilderijen. En nou ja, ondertussen, deze hebben we volgens mij vorige keer zo gefilmd. Hè? Dat is al in de oude. Ja. Maar zo ben ik zelf met allemaal verschillende werkjes bezig. En van groot tot klein. Hey Pascal, je woont hier heel mooi in Zwolle. Je woont een beetje buiten de A-landen. Ja. Ja. En je woont hier gewoon bij die hele grote plas. Ja. Ja. Ja, en dan doen we 's winters ook best wel leuke dingen. Nou, vertel. Want we springen er gewoon in. Oh, wat leuk. Het zal nu wel even wennen worden, want vorig jaar heb ik dat voor het eerst gedaan. Koud water zwemmen met een speciale ademtechniek. En het komt uit de yoga, een soort vuurademhaling. Dan moet je heel snel ademen, dan gaat je bloed heel snel stromen. En je wordt helemaal een beetje dat chakra. Ja. En dan ga je erin en dan laat je je heel langzaam laat je zakken. En dan moet je heel rustig ademen om eigenlijk die warmte die je eerst opgewekt hebt, om dat zeg maar door te laten stromen. En dan loop je heel langzaam er weer uit en dan in een dekentje met even een kruik om je heen en een muts op. Nou ja, dan loop je weer rustig naar huis en dan ga je warm afdouchen. Heerlijk, man. Echt een immuunshot. Oh, heerlijk. Ja. Heb je dit afgelopen 3 jaar heb je ook nog iets heel bijzonders, iets heel moois meegemaakt? Met cursisten of van je zoiets hebt van... Oh. Nou ja, eigenlijk er is altijd heel veel moois met cursisten. Maar vooral het mooist vind ik, als mensen hier komen. Hè, want ik geef natuurlijk zowel de kunstzinnige dingen, zoals die zwaanachtige schilderijen. Als de stukje bewustwording door middel van creativiteit. En wat je vaak merkt bij die tweede, is als mensen echt beseffen, oh, ik kan gewoon mijn eigen roer vastpakken. En zelf bepalen waar ik naartoe ga. Ongeacht alle conditioneringen en dingen die je denkt dat ze zo zijn. Want eigenlijk alles is maakbaar. En bijvoorbeeld nu kan je zeggen, ja, maar ik heb geen geld of ik heb geen vrijheid. Maar dat is jezelf vastzetten in kader. En juist door bepaalde creatieve tools die ik aanbied, ga je uit buiten dat denken. En is op een gegeven moment alles maakbaar, haalbaar. Dit is ook nog wel leuk om even te vertellen. Want heel veel mensen die dit kunnen schilderen, daarvoor hebben we die rice paper. Deze lady bijvoorbeeld. Deze heet Rice Paper Women Unleashed. Dit is dus deze dame. Dan gebruiken we dus heel veel van het ecopapier, maar ook tissue, oud behang. En dan die dame plakken we daar overheen. En dan heb ik allemaal techniekjes om dat te bewerken. En dan leer je dus wel heel veel, maar je hoeft niet zelf helemaal een kunstzinnige dame te kunnen schilderen. En die is eigenlijk voor iedereen geschikt. Oké, Pascal. Ik vond het echt superleuk om weer bij jou te zijn na de 3 jaar. Eens gelijk. Ja, en je bent geen spat veranderd. Dus, hoe rent het je hier daar? Nee hoor. Maar hoort erbij, hè? Hoort er allemaal bij. Ja. Hey, wat voor plannen heb je nog? Nou ja, plannen. Vooral lekker doorgaan met de creative coaching en de workshops die ik allemaal ontwikkeld heb. Er komt alleen iets meer online bij, hè? Aangezien we natuurlijk niet weten wat deze maatschappij nu brengt. Dus nee. Ik heb wat meer online dingetjes bedacht. Maar niet allemaal kant-en-klare video's, maar wel lekker interactief. Ja. Dus hou vooral mijn site in de gaten. www.creativecoaching.nl. Nou, kijken dus. Hartstikke leuk. Dankjewel, hè. Dankjewel. Dag, tot de volgende Kunst in de Kijker. Doei.